het is zo gek dat als homo bist of lesbisch bist of bist, dan mast zissen dat dat zo is. Dus eigenlijk is het dan nog net normaal. Het zou mooi zijn bij min normaal, maar dan bleef het een beetje speciaal of zo. Hoi. Maar ik wist, Joert, dat wij die foto van Maartje moesten zien. Dit komt een Rijnborg. Het gaat net om mij, het gaat om de Rijnborgmeenschap, op de mooie gemeenschap in het algeheel. En wat ik nou hoop, dat nou oren het oppakken. Is het nou mogelijk dat de Rijnborgen verschijnt? Ja. Dit moment. Ik zei altijd, mijn mem die is er altijd bij en die zorgt vast aan Rijnborgen. Ja, dat doet ze. Ja, ja. Kun je leuren of net, maar het gebeurt elke keer. Ja. Ja, dat was vaker gebeurd? Ach man, altijd. Op de dag dat ze staan, zondje, dat was 29 november, toen, op die dag had ze 2 keer een Rijnborgen gefotografeerd. En toen zei ze, het hoort nooit op. De verwondering dat het eerst en het hoort nooit op. Maar het hoort ook nooit op. My name is Harvey Milk and I'm here to recruit you. I'm not going to be forced out of San Francisco by social deviants and incorrigibles. We need one of our own in office. We could have a revolution here. Het verhaal vertelt het libben van Harvey Milk, de eerste openlijk homoseksuele politicus in de Verenigde Staten, die woe iets nuttigs dwan in zijn leven. Hij had de verbindinglijn tussen lesbiennes, homo's, biseksuelen, transgenders, maar ook hun vreun, hun familieleden. En die had hij eigenlijk bij Noir gebracht en oproepen op van, jongens, kom te Gerre. Litten we steen van gelijke rechten. Wij binder, wij besteen ek en wij ben gelijk, wij ben hetzelfde. Alleen, ja, wij horen toevallig misschien krekt van iemand oors dan de meerderheid. Maar wij binder ek en wij verdienen gelijke rechten eigenlijk. I know you're angry! I'm angry! Ja, ik hier zoiets, ik weet niet, het is correct dat toen ik die film zag, dat er bij mij een soort met van verantwoordelijkheid, dat ik bijna aansprutsen werd van wat ken ik nou dan? Dit is het First Dates restaurant. Vandaag is het Valentijnsdag, de dag van de liefde. Happy Valentine. Dank. En voor deze speciale dag zijn er bijzondere gasten. Wat geweldig. Hallo. Hoi, hoe is het? Ja, goed. We gaan met elkaar ontmoeten. Ja, eigenlijk in de eerste 4 seconden wist al hoe de vork in de steel zit. En dat wie je van, ja, leuk, maar... Maar dat is hem net. Nou, nee. Voor mijn werk voor UNICEF, dan ben ik in Oeganda geweest. En daar zou ik 5 jaar de cel in gegaan zijn als ze hadden ontdekt dat ik daar aan het filmen was. Precies. Voor die documentaire. Ja, dus dat. En sterker nog, ze zijn weer mee bezig dat daar de doodstraf komt. En het allerergste is nog dat moeders of vaders en moeders moeten hun kinderen aangeven als ze weten dat ze homoseksueel of lesbisch zijn. Of, dat is wel heel verschrikkelijk. Ja, dat blijft wel iets wat mij bezighoudt en raakt. Ja. Ik ben trouwens in Friesland ook bezig met een soort actie. Friesland is de enige niet-regenboogprovincie van Nederland. Echt waar? Oké. Okay. Ik heb het wel betocht dat ik het over Friesland havens voel en over wat de ontwikkelingen hier binnen. Maar toen werd het wat emotioneel, ook omdat het bij mij mem te maken had, de verhalen die ik jet ga. En toen kwam het er in één keer uit en toen dacht ik wel, nou moet ik trop praten. Geen grut tranen dan, maar wel trop praten. Ja, meestal mij ik wel zin dat het mij rekert. Het rekert mij ook. Die vlag wordt in Friesland nog niet gehezen, die regenboogvlag op de provinciehuizen. Terwijl het toch als provincie belangrijk ook is om je uit te spreken van, nou, wij zijn voor inclusiviteit. Maar mijn moeder die stak altijd de vlag uit. Dat kon er niet schelen. En ik zou het fantastisch vinden
als eerbetoon. Niet alleen voor de homo's en lesbiennes, maar ook voor de ouders die ze omarmen. Dat die regenboogvlag wordt gehezen. Hey Sipkjan. Hallo. Wat is die missie van Joot? Ja, dit is de eerste dag richting het en in het provinciehuis. Ik heb dit zelfs van mij eigenlijk net betocht. Maar ja, praten. Verbindingsziekje. Het rijmt nou. Er is nog geen rijmboog en er is nog geen zinnen. Dus het wordt denk ik nog wel even. Ik vind het best wel een beetje spannend, kan ik zeggen. Ja. Voor de community, voor een protomeeske binnen de community, is deze erkenning belangrijk. Want de penis zit in die lietse dwarpkes, in die lietse sterren, in van de mensen die zich stil horen matten. En daarom is zo'n vlag op zo'n provinciehuis, dat het zichtbaar heet, is zo belangrijk. Hallo. Hallo. Hey, hoi, hallo. Hoe is het? Hey, goed? Ja. Nou, hoe hangt de vlag er hierbij? Nog geen vlag. Nee, nog geen vlag, hè? Nee. Nee. Hallo. Hi. In 2016 is de Rijnbogenmoosje net onom in de steden. En nu werk je wel aan een nieuwe moosje. Het ligt bij een deel van de achterban natuurlijk heel gevoelig. Dus dat is, de vorige keer was er iets... En wat is de gevoeligheid dan? Ja, iets met kerk. Mm-hmm. Ja, dat de regenboog misschien... Ook... De regenboog staat voor verbinding tussen hemel en aarde. Ja, dat heb ik van mijn vader. Oh, echt? De theoloog. Voor het provinciehuis in Ljouwen hong van de middag een kwartskofke de Rijnbogenvlaggen. Het gaat om een initiatief van de PvdA, D66, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en onafhankelijk steedlid Sietse Schukking. De partijen vinden dat er nog een protte werk te dwaan is op het maat van likweerdigens en acceptatie. Vooral zien de recente Nashville-verklaring die het hem uitspreekt tegen homo's en transgenders. Dat was een reactie op die Nashville-verklaring. En wat me heel blij stemde toen en wat me ook heel enthousiast maakte en me ook moed gaf voor wat er nu gebeurde, is dat er heel veel kerken toen ook zelf, de vlaggen bij de Dokkumencentrale waren toen bijna uitverkocht, omdat zoveel kerken die vlag bestelden. En toen dacht ik, komt helemaal goed. Ik hoop dat we ook voor met elkaar, en dat idee heb ik wel, dat we inmiddels wat los zijn van 2016. Snap je? Dus, of niet? Ik niet. Ik heb dat gevoel helemaal niet. Nee, ja, maar weet je, het punt is, kijk, als ik met de VVD praat... Dat is een heel koor van nee. Nee, ja, dat is wel... Precies. Toen is het heel erg omgedraaid. We hadden echt het idee, dat is geen enkel probleem. Ja. En één statenlid, statenlid en je voelt het kantelen. Ik ben niet anders. Ik ben gewoon. En de regenboog staat voor iedereen. Die moeten we niet gaan versmallen. Zeg niet dat wij tegen zijn. Wij zijn juist voor. Maar dan voor iedereen. Niemand wordt hier gediscrimineerd. Dank u wel, voorzitter. Ik weet het verhaal, ik ken het. En het is een persoonlijk verhaal van één iemand met een heftige jeugd en achtergrond die door familieregels dat uitspreekt. En ik snap het vanuit die persoon, maar hij is niet gedacht vanuit een bredere community en wat er daadwerkelijk aan de hand is. Ja. Dat was echt heel heftig. Ja, ja, ja. Dus het kan ook wel weer de andere kant op, misschien. Nou, ik hoop dat ik die functie kan vervullen. Ja, dat hoop ik ook. Heel erg. Daar ben je aardig mee bezig. Toch? Denk ik wel. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. Neem allemaal plaats alstublieft. Nu, ik ben bij de vrouwen geweest, hè? Een dik jaar. Ja, daar zijn er heel hoop bij die zijn die zijn lesbisch. Ja, hartstikke lesbisch. Ja, hartstikke lesbisch. Ja, hoe bestaat het? Hoe weet je dat, Foppen? Ja, maar dat vertellen ze gewoon. Oh, ja. Ze vertellen gewoon over hun vrouw, zal ik maar zeggen. Of over hun man, maar die vrouwelijke man. Ze vertellen gewoon hoe ze hun leven inrichten. Nou, dat heb ik met jongens nog nooit meegemaakt. Dus vrouwen zijn daar, althans die vrouwen, die waren daar veel verder opener. En dat betekent ook dat is ook geen probleem.
Want toen is een zoontje dat wie kreeg na mijn scheiding van mijn man, een mannenletter, is mijn mem plotseling storm. Uit het niet. Dat wie voor u is wel een schok. En mijn heid, moesten we, mijn broer en ik, voor zorgen van wat nou, wat we te plak. Dat wie zo intens hier, dat ik even op adem komen moest. Ik merkte dat ik hier energie kreeg. Daartoe ben ik wel weer waar we omkwam, ik weer waar we omkwam, richting Friesland. En ik weet dat zij mij dat zag. Ja, daar wens ik je dat ik wat meer balans hier, wat meer rust. Ja, en mijn mem en ik hier nekken een speciale baan. Ik in mijn heid ek, alleen aan mijn mem en... Ik ervaar haar nog steeds in het dagelijks leven. Eén keer wat meer dan de oren keer, maar bij wijze van spreken dat ze er is of wat dan ook. En dat dit nou gebeurt, met de Rijnborgen gebeurt, dat vindt zij prachtig. Pas van oren, fracties op tafel. Dat is de eerste. Jim bent de eerste. Vliegend hier, toen je naar nou krijgt, zie je, toen hier al redelijk snel een COC-markt tafel. Ja? Ja, zeker. Nou, mooi. Tuurlijk. Hartstikke mooi. Nou, dat is een begin. Die kant uit. Yes. De fracties die, waarvan je zou kunnen bedenken dat ze tegen waren of zijn, die zijn groter geworden. Dus ja, dan worden we met elkaar, wordt het moeilijker om een meerderheid te krijgen. Zo. Hoe weer het bij het forum? Ja, hoe weer het? Weer een goed gesprek. Maar weet je wat zo grappig is? Op een website, ze willen dus niet die vlag, ze vinden symboolpolitiek gek, maar ze zetten wel een regenboogvlag op hun website. Beetje vaag. Serieus. Oh ja. Ik ben verrast dat de midi bij Cambuur eigenlijk al direct resultaat opleveren. En dat wie bij de Drachtse Boys. Je moet er niet aan denken dat je stopt met voetballen, met sportbedrijven, omdat je niet voor je geaardheid kunt uitkomen omdat de omstandigheden niet veilig genoeg zijn. Ik vind het een mooie manier om samen met de COC en andere betrokken partijen, sportbedrijven, Drachten, collega-clubs en als Drachtse Boys zijn, dat we vandaag stil mogen staan en zichtbaar mogen maken dat voetbal voor iedereen is, iedereen bij Drachtse Boys kan voetballen. Die stil op een sneur, echt zo'n stille sneur, och man. Nou ja, ik weet nog wel dat ik wie zondje hier en ik zie het hier in de varkamer. En dat wie in een weekend, twee weekenden nadat ik erachter kwam dat toch de jongens echt wel, dat ik een keer verliefd werd binnen op een jongen. En toen dacht ik, ja, ik moet het een keer vertellen. En nou, het wie voor mij een drempel, jongen. Het was een berg om er even omheen te komen van, nou, dan moet ik het zissen. Maar ja, ik hield wat vreun verteld en ik dacht, nou, dan moet ik mijn heid en met het ek bitten. Dus ik zie het er in de hoek en ik zei van, ah, ik mag je wat vertellen. Ik ben een jongetje in kamer en ik ben er verliefd op geworden. Dus ik denk dat ik homoseksueel ben. Nou, toen werd het heel even gestil en toen zei mijn mem of mijn heid, nou mooi dat ze dat vertellest. En wat moedig en nou wat fijn. En wie gelijk van, nou prima jongen, hartstikke goed. En, mijn heid die zei voor hem dadelijk van, nou, ik had die hele leven al witten. Hoe dan? Nou ja, de wie in Damwoord, in de buurt van Damwoord, wie een man, die wel helder voelend of helder ziend. En die hier ooit een keer een foto van mij zien, als Lietse baby. En toen hier er zijn, over mij, van dat is een guitig jonkje, die had vonkjes in de egen. En hij zit altijd over de schutting om er nog wat nice te belibien is. Maar hij trekt iets meer naar de jonkjes dan naar de famkes. Maar het komt al hier wel goed. Mijn heid zei tegen mij, dat haak altijd onthouden. Hier in Wiens, ik ga hier nog wennen. Toen ik zondje weer in Jelle hier. Tier is mijn examen hier. Dus ze koen me al hier om. En ze ga ik mij maken dat ik op televisie kwam. En
De mensen kunnen hier al jaren accepteren dat ze binnen. Ik ga me hier altijd welkom field. Dit is hier nooit een issue geweest. Maar voor mij is het misschien oors omdat ik bekend ben. En mensen wisten het al van mij. Maar het is oors als je. Nou, als dat net haast en dan mag het uit de kast komen. Schat. Oké, okay. Net achterhoor. Ja! Maar gelukkig, Jerk ook een protegoeie verhalen. Van mensen die het prima hebben hier in Friesland. En ik leer ook dat het klimaat eigenlijk over de hele linie wel goed is. Maar de binnenplakken, discriminatie is de cijfers binnen best heeg hier in het noorden. En de binnenplakken dat mensen zich nog net zo welkom vielen. Ben je aanspreekbaar, Frits? Ja, ik zit in een stiltecombijn. Hoe laat ben je hier? Wat over vier. Ja. Dan gaan we eerst even praten met 50 plus. Het zou wel super zijn als we vandaag weten dat hij echt definitief voor stemt. Dat is enorm serieus. Je mag geen handen geven, maar we mogen wel hukken. Er moet meer geknuffeld worden hier in het profiet. Goedemiddag. Hey. Dit moet de heer zijn. Teun Wiersma, hallo. Teun Wiersma. Nou, mijn zoon zelf is ik oors, maar die bent nou een Ierland met zijn vrouw. En wat is oors? Oors dan de hetero's? Ja, okay. Maar voor mij is het gewoon. Ja. Ja, maar ja. Het is eigenlijk net oors. Het is net oors. Nee, het is net oors. Nee. Het is net oors. En hij accepteert mij, ik. Zou ja. Ik ben. Ja, dat is nee, want fijn. Ik heb mijn eigenaardigheden. Ja? Ja. 50 plus stemt niet wat, was een section Chinderij mogen mosje. Maar nou, als een nieuw statenlid. Ja, prima. Ja, nu is wel het moment. Ik denk dat we kunnen concluderen dat 50 plus op 22 april voor deze motie gaat stemmen. Ik mag je nog geen openlijk antwoord geven, maar je proeft het al enigszins aan mij dat ik, als we het zo vertalen, dat hij heel breed is, ja. Ga ik er graag in mee. Dan mag je mij erbij zetten. Goed. Oh, wacht even, om in te dienen, Nick. Ja, zullen we dat maar doen? Ja. Al is het symbolisch. Ja, heel erg bedankt. Oh, hij is echt op. Oh, wat leuk. Ja, man. Ja, als 50 plus dient mede in. Ja. Het is les die ik wakker actie viert, campagne viert eigenlijk, toch Cyprian Bousema, om die vlagen toch op de provinciehoes te krijgen. Cyprian heeft met alle fracties wat praten, maar jullie ook ik? Hij komt komende waars die buis langs. Wat die meesten zijn nodig, ze graag die vlaggen herwollen. En daarmee stralen wij artikel 1 van de Groenwet uit. En is dat misschien een optie? Een optie is nog wat vaag. Ben je nou als CDA voor die rooienbogenvlagen aansluiten op het provinciehoes? Ik stem voor die rooienbogenvlagen deze keer. Omdat ik denk dat we zullen die verbinding wel tussen die groepen moeten lezen. Ja, nou de VVD nog. Afine Fokkens is altijd een full en eerlijk tegenstander geweest van de rooienbogenvlagen op het provinciehoes. Zo'n beetje om dezelfde redenen als het CDA. Wij gaan even het gesprek aan, even in de beslotenheid van deze Kamer. Dus, dank. Filmen met de VVD en Arno Brok komt van de trap hoor. Homoseksueel, openlijk. Rinde voort. Waarom rint hij voort? Nee. Goede beweging. Moedig vol. Zo is dat. Zullen we wat gaan drinken? Schilderijen van mijn mem in de achtergrond.
het had te maken natuurlijk die regenboogvlaggen met seksuele diversiteit. En toen betocht ik in één van ja, maar mijn ik hetero, maar die hij is wel omarmd en dat is juist de verbinding. En toen haak ik daarop op concentreren, de dialoog. Ik denk dat dat voor sommige mensen een correcte sleutel wie van oh ja, maar het gaat om meer mensen. Het gaat net alleen om de homo's en de lesbies die zichzelf shamble litten of accepteren viele wurren. Woen, of hoe zit dat? Ja, dat. Ik vond het heel bijzonder om tijdens de VVD-vergadering te merken dat zij hebben 4 leden. 1 onthield zich inderdaad van een reactie. Maar de andere 3 gaven op hun eigen manier daar een invulling aan wat zij belangrijk vonden. De ene gaf aan dat het te maken had met ongelooflijk, die criminaliteitscijfers zijn veel te hoog. Dat moet naar beneden, we begrijpen. De andere zegt, nee, al helpen we 1 iemand met het hijsen van die regenboogvlag, dan is het nog mooi. En dat was een die ook een dochter heeft die LHBT tot de regenbooggroep hoort. En er was iemand die in 1 keer de verbinding maakte met het geloof. Hij zei van, voor mij is was het ooit het beeld van het teken van hoop. Maar nu zie ik wat voor impact het heeft op personen zelf. Sinds die tijd voert hij in zijn Twitternaam een regenboogvlaggetje. Ja, oké. Ja, maar ja, dat is wel een verbinding. Iedereen mag het op zijn manier ook een beetje uitleggen. Ik zeg op LinkedIn, zag ik het bericht van Sipke Jan, die mij on first dates en dat griepte me. En toen had ik het bestuur mailt van mij de vlaggen ek bij u zijn top, bij Bikwik.com. Gelijk, akkoord, helemaal mooi. En ik heb de vlag ik besteld en toen kreeg ik hem binnen. En dat wie op een sneun, ik weet het nog. En er wie een trui famkes van de Pink Ladies van Bikwik, die wie hem bij u thuis. En ik pakte die vlag uit en ik zeg gewoon de blijdschap van die famen. Wij worden accepteerd als we binnen. Die vlag betjut iets voor u. En dat griepte me aan. En toen viel ik echt hoe belangrijk het is van die vlaggen. Het is net symboolpolitiek. Het komt uit het hert. En het betjut heel volle voor mensen die oors binnen als de norm. 3, 2, 1, go! Toen ik 43 jaar geleden hier in de Sielsberg in Dokkum geboren werd, dat was in 1976, was dit ondenkbaar. In die periode was, en de periode daarvoor, was in heel veel landen in de wereld homoseksualiteit of lesbisch zijn of anders dan hetero zijn verboden, niet geaccepteerd. En dat hier in mijn geboorteplek juist nu deze vlag wordt gehezen, vind ik fantastisch. Dus mag ik nog wat zeggen? Ik roep Cambuur hier rek op en hij zei Heerenveen van hing die vlag even op. Dank u wel. Gisteren werd ik onverwachts gebeld door Wiebe de Vries van de ChristenUnie. Uiteindelijk heeft hij mij een beetje meegenomen in hun beweegreden. Hij zegt van ja, we hebben het gelezen en eigenlijk ja, voor ons staat de regenboog voor een teken van hoop. En ik zeg, ja, nou, dat is voor ons is dat eigenlijk niet anders. Het was een hartstikke mooi gesprek. Hij zegt op een gegeven moment aan het eind van dit, ja, maar lang verhaal kort. Ik wil even laten weten dat wij als ChristenUnie met de hele fractie voor de motie zullen stemmen. Wow. Oh. Dan de SP met 2, 50+, met 1. Dus dan zijn wij al met 11, 12, 13, 14, 15... Ja, dit is de die van de weerheid. Hast er rekening mee dat er nog een duvel uit een doorske komt? Ik wil eigenlijk net maar een duvel uit een doorske rekening horen. Maar wat wij gaan dienen, wat we dienen hebben. Hè? Maar ja, je weet het nooit. Je weet het nooit. Dank u wel. Voorzitter, het was hartverwarmend om te zien dat op vele plekken de afgelopen tijd de regenboogvlag werd gehezen in Friesland. Moet je nou een vlag hijsen om iets duidelijk te maken wat diep in onze genen zit als daar moeten we genade aan besteden. Zo zijn wij gewoon. Zeker in deze provincie. De ChristenUnie shot de vlagen als een teken van hoop
voor iedereen. Een inclusieve mienskip waarin elk persoon meetelt. In Nederland zijn we trots op onze tolerantie als het gaat om homoseksualiteit en genderdiversiteit. Helaas is dit vaak een dun laagje vernis. 50PLUS juicht het dan ook toe dat Friesland vandaag eindelijk ook een regenboogprovincie wordt. Maar dat het gebeurt, dat het blijkbaar nodig is, doet me tegelijk ook pijn. Wat mij betreft blijven we de enige provincie die zich geen regenboogprovincie noemt. Heel helder moet zijn dat mijn fractie voor gelijkwaardigheid is en dus niet voor een exclusief symbool voor inclusiviteit. En waarom op mij deze discussie, terwijl wij u zo expliciet uitsprutsen hebben in 2018 zien alle vormen van discriminatie, is die uitlist te complex, te moeilijk, wordt die net begrepen? Ik ga hier even wel zitten om welke kant keert dit uit? En ik zie het beteer van Charles maar echt van, oh dom, jongens, ze zult toch net op het laatste moment even oorstemmen. Het ophangen van de regenboogvlag en verder niets doen is niet alleen symboolpolitiek, maar ook struisvogelpolitiek. De andere kant op kijken, niet willen zien waar het echte probleem zit. Voorzitter, het echte probleem is de massa-immigratie en het daarmee binnenhalen van de islam. Daarmee halen we ook de homohaat binnen. En jullie willen een regenboogvlag ophangen, alsof dat helpt. De-islamisering, dat helpt. Dank u wel. Daarmee hebben alle partijen hoorn, ben ik net iemand vergeten. Dat is toch verschil? Goh, Sjoeliki. Wat een vuur. Het ligt allemaal aan de moslims, begrijp je. Niet aan de Bijbelbelt. Het probleem speelt natuurlijk een orkaan in Amsterdam, moet ik eerlijk niet zijn. Ja. Het platteland zijn het gewoon Jan, Piet, Kees en Chris, hoor. Ja, ja, absoluut. Over Friesland, Rijnborg provincie, heel mooie stemmen. Dan binnen de tretje mensen zin dit uitstel en trietig binnen vaar. En dat is het uitstel ondernomen. Wij onthouden u in dit gebouw vanuit uw neutrale functie van het Waan van Utingen. Dank hè voor de steun. Ja. Het moment van de waarheid. Willen jullie elkaar nog een keer zien? Ik zal beginnen. Oké. Dit is een hele leuke date. Een hele leuke date. Je hebt een hart van goud. Ja. Het zou te gek zijn geweest als mijn vuur was opgeleid. Ja. Alleen het vuur is niet opgeleid. Oké. Doeg. Nou, het is wel mooi dat het wat in beweging zet had. En eigenlijk, ik kan praten wat ik wil bij de provincie. Maar die 1 minuut 22 bij First Date zei het alles. Ja, eigenlijk alles. If happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Ik denk dan wel altijd de leefde wind. Altijd.